Wintermeisje. Een hartverscheurend, maar heerlijk verhaal geschreven door Laurie Halse Andersen. Het is een jeugdboek vol drama en emoties over de bijzondere Lia die kapt met een eetstoornis. Ze krijgt te maken met anorexia nervosa. Dit is een eetstoornis waarbij je niet vindt dat je verdient te eten. Je wilt verdwijnen. Laurie, de schrijver, maakte in haar jeugd zelf een eetstoornis mee en is nu 61 jaar. Lia verloor haar beste vriendin Cassie, die dood werd aangetroffen in een motel, alleen. Ze pleegde vermoedelijk zelfmoord. Hoewel Lia net een bruut gevecht met Cassie had, raakt het haar nog steeds. Cassie's geest verschijnt in Lia's kasten en op de uiteinden van haar bed. In haar slaapkamer, in de badkamer, in de keuken en op school. 33. Dat is hoeveel gemiste oproepen Lia had van Cassie. Ze heeft immens veel spijt dat ze niet opnam. Lia neemt de dood van Cassie op zich. Ze hoort de stem van Cassie voortdurend in haar hoofd. De stem wil dat Lia een einde aan haar leven maakt. Lia woont bij haar vader, stiefmoeder en stiefzus, aangezien ze daar minder streng gecontroleerd wordt op wat en hoeveel ze eet dan bij haar moeder. Op een dag besluit Lia de motelkamer te bezoeken waar Cassie dood aangetroffen werd. Daar ontmoeten ze Elijah. Hij helpt haar de dood van Cassie verwerken en gaat geregeld met haar uit eten om haar bij te staan bij het herstel van haar eetstoornis. Zal het Lia lukken om Cassie's stem uit haar hoofd te verjagen? En zal het haar lukken voorbij een spiegel te lopen en blij te zijn met de reflectie? Ik vond dit boek zeer interessant, aangezien je een kijkje neemt in het hoofd van een patiënte met anorexia. Je krijgt een gedetailleerd beeld over de dingen waar zij hun hoofd over breken en waar wij niet eens bij stilstaan. Het boek leerde me wat er allemaal omgaat in de gedachten van slachtoffers van een eetstoornis, meer bepaald anorexia. Ik kon ervan genieten door het mooie taalgebruik en de rakende gebeurtenissen van het verhaal.